Als ik bij wijze van spreken een dag vrij was, dan duurde het heel lang. Want ik wilde gelijk weer, ik wilde het liefst elke dag trainen. Ik ben begonnen met voetballen bij Excelsior in de C'tjes. Ja, mijn vrienden die speelden hier ook altijd. En toen ging ik op het begin altijd mee. Dat was Robin van Persie en Saïd Boutar. Ik ging op het begin altijd mee met hun om te kijken naar toernooien en wedstrijden. En ja, zodoende eigenlijk ben ik hier ook beland. Lucien, dat ben ik zelf. Danny Rivers, Gert-Jan Rotman, Naum Mengistu. Dit was onze leider, een hele aardige man. Ja, het was een hele leuke tijd. Een tijd ja, waar je niet echt veel nadenkt. En dat je gewoon lekker met plezier op het veld staat. En dat je het heerlijk vindt dat je kan trainen. Ja, Rob van Tilburg, dat was altijd wel mooi. Daar had ik een hele goede band mee. Elke keer als ik aan de wedstrijd begon, dan kwam hij altijd in de kleedkamer en dan keek hij me altijd aan. Toen zei hij van, ja, hoeveel ga je maken weer vandaag? Doet hij alleen en? Dan deed ik 1 of 2 en dan meestal kwam het ook zo uit dat ik 1 of 2 scoorde. Dus ja, dat was wel mooi, want daar had ik een hele goede band. De kwaliteit, ja, was gewoon vooral creatief zijn. Goals maken, assisten geven, acties maken, dat soort, dat was eigenlijk, ja, dat zijn eigenlijk mijn kwaliteiten.